Een John Deere. Een hele sterke John Deere. Hij komt uit Denemarken. En het is de machine die gewoon heet John Deere. Ja, eenvoudiger kun je het niet maken met zo'n naam. En het is één van die kanonnen die makkelijk tot een poolpool zou moeten kunnen komen. Maar ook hier een zware sleepwagenafstelling hoor. Want hij redt het niet. 99 meter 89, 11 centimeter tekort. Ja, dat is niet genoeg. Ook hier nog een keer terugkomen dus voor deze machine. Want wie weet is die tweede poging net ietsjes beter dan die eerste. En kun je toch nog melden voor de pull-off. We gaan kijken naar een Case. Een Case International. En het is de Extreme Temptation. De Nederlandse machine van William de Vos. En de MX-270. Hij komt pertinent niet ver genoeg. 95 meter 90. Maar ook hier geldt voorbij de 90 meter. Dus ook William mag met zijn machine nog een keer terugkomen. En dit is een machine met een Italiaanse naam. Il Tempo Gigante. Maar ze komen niet uit Italië. Nee hoor, het is een machine die komt uit Denemarken. Ooit begonnen ze met een minipoeler. Een paar jaar geleden overgestapt naar de pro-stokklasse. En ze doen het goed. En ook hier in Putten, ze weten het. Die sleepwagen staat zwaar. Waar gaan ze komen? Nou, niet ver. Dikke rookwolken onder de motorkap vandaan. Daar is meer aan de hand dan simpelweg een motor die afslaat. Er is gewoon schade. Willem Tamming, groene vlag. Voor de tweede valmet die we gaan zien. Het is Cesar, de machine van Matti. En eens kijken of Matti voorbij zijn zuster kan komen en wel die full pool neer kan zetten. Maar ook Matti moet flink stoeien. En hij is er niet. 93 meter en 4 centimeter. Dat houdt in dat we op dit moment op de eerste plaats nog steeds Johanna Hellevi hebben met Doris. 99 meter en 28 centimeter. Dat is de afstand die verslagen moet worden. En dan is het de beurt aan Pekka Hellevi met zijn Sigma Power. De man heeft jarenlange ervaring. Draaide vroeger mee in de superstokklasse met de turbo's, vier stuks, op een dieselmachine. Nu één turbo, maar hij komt er ver mee. En Pekka bewijst gewoon dat het kan, want hij heeft wel een full pool. Het is dus mogelijk hier in Putten. Alleen je moet heel goed opletten en je moet gewoon bij de pinken zijn. Waar zet ik de sleepwagen neer? Hoe doe ik het met mijn bandenspanning? En Pekka die roept waarschijnlijk in Fins, ja hoor, ik weet hoe het moet. De rest, die moet maar kijken waar die komt. Maar in Fins is niet meer wat het geweest is, dus helaas. Oké, trekker afgehaakt. Dat maakt plaats voor de volgende machine. En de volgende machine is een gele. Maar het is een Ford. En Ford is normaal blauw. Maar deze machine is geel. Het is de Moving Mountains. Moving Mountains. Hoe ver komt die? 93 meter en 3 centimeter. Dat is helemaal niet slecht voor deze machine. Treedt normaal op in de B-divisie, dus we zien hem niet zo vaak. En dit is een machine met een hele mooie naam. Tonya Harding. De Ford uit Noorwegen. Maar de Ford uit Noorwegen houdt het heel vlot voor gezien. Ook hier schade aan het mechaniek. Er druipt het een en ander onderuit. En zwaaien met een opgerolde rode vlag betekent sleeptrekker. Hij kan niet meer zelf van zijn plaats komen. En er komt echt van alles onderuit. Er is duidelijk iets gescheurd onder de motorkap. En hier hebben we hem. De man die alles van diesel weet. Uit Denemarken. Het is Niels Damgaard met Blue Bambino. En Niels altijd spectaculair over de baan, maar het brengt hem op dit moment niks. Er breekt iets in de inlaat. Witte rook en dat wil zeggen dat er iets kapot is. Kijk, we gaan nog een keer kijken. Wilde rit. Daar is er ook nog zwart, daar wordt hij wit en dat betekent dat er iets kapot gaat in het inlaatsysteem. Uit Nederland, Mr. Bean.
Mr. Bean, ook geen full pool. Wat hebben ze het zwaar vandaag met die sleepwagen. Dus eigenlijk wat te zwaar afgesteld. Maar dat kun je achteraf altijd pas zeggen. Het is nog steeds en het blijft nog steeds een mechanische sport. En de enige dame in het Nederlandse veld, maar ze moet het ook opnemen tegen de andere dame uit Finland. Dit is Karin Hendricks met Bad Boys Toy. En kijk eens hoe die dame weer aan het knokken is. En ze doet het goed. 92 meter 38. Voorbij die 90 meter dus ook zij nog een keer terug. En een wildcard was er vandaag. Voor deze machine, de Massey Ferguson. De Massey Ferguson Red Attraction. Met die mooie rode uitlaten. Kijk eens goed, de gaten zitten erin. Zoveel hitte komt er vrij. We praten er over 12, 1300 graden. Lucien Keugers, ook een wildcard. Dit is de Termilus. Lucien heeft problemen met de koers, moest even van het gas af. Dan is je turbodruk weg. En u zag het, dan houdt het gewoon op. Dan kun je gas geven, maar je druk is weg, je snelheid is eruit. En dan eindig je ergens in de 80 meter. Nog een wildcard rijden. Kees, met zijn Kees. Oftewel, Kees Waaier met een White Crow. De White Crow heeft zich dit jaar al heel vaak bewezen dat hij ermee kan komen met de beste. En ook hier, 95 meter 58. En hiermee hebben we de laatste tractor in deze klasse gezien. Want de machines die nog een keer terug mochten komen, verbeterden hun afstand niet. Dus hebben we hier de final results. Op de eerste plaats, Sigma Power. Tweede, John Deere. En het podium wordt compleet gemaakt door Johanna Herlevy met Hadoris. Matti Herlevy met Cesar vierde. En de beste Nederlander vandaag, William de Vos met Extreme Temptation. Gevolgd door Evert van Oers met zijn Mr. Bean.